Wilt u na afloop van een seminar, cursus of vergadering samen met uw collega's sfeervol koken? Heeft u een hobbykookclub, iets te vieren met familie of wilt u gewoon gezellig koken met vrienden? Maak dan een afspraak met Golden Tulip Keizer Breda. Wij beschikken over een volledig ingerichte professionele kookstudio. Wij zorgen voor de ingrediënten en als u dat wil, voor vakkundige ondersteuning door een meesterkok. Uw collega's, relaties, vrienden en familie beleven samen met u een culinaire topervaring. Vrijdag 26 mei 2017, tweede dag jazzfestival, tweede dag van Jazz Talk. Wij zitten in de lobby van het Golden Tulip Keizer Hotel aan de Keizerstraat in Breda. Jazz Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Breda Nu, Elisabeth TV, de ORTS, de organisatie van het jazzfestival en een heleboel vrijwilligers die hier erg veel tijd en energie ingestoken hebben. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben onder andere Harry Kanters en Femke Kanters, dochter van Harry. We hebben Daan Bogers van de band Bosco. En zometeen beginnen we met Boas Adank, onze wethouder. Maar allereerst een reportage gemaakt door Suzanne, een sfeerimpressie uit Breda. Ja, het is donderdagavond, de allereerste avond van Breda Jazz Festival 2017. Nou, wij gaan kijken bij een van de twee nieuwe locaties dit jaar. Kerkplein, oftewel de Cotton Club. Jazz, dat is gewoon, dat zit in je lijf. Jazz is eigenlijk de oorsprong van alle muziek die er is. En het is echt een super geweldig feest. Ja, ik had dit niet verwacht vanavond. Super gezellig. Heb je al mooie dingen gezien vandaag qua muziek? Ja, absoluut. We zijn alle half afgewezen. Geweldig. Hartstikke leuk. En ga je alleen vandaag, ook nog op een andere dag? Nee, alleen vandaag, want we zijn uit uitnodiging van onze vrienden. Wij komen hier niet vandaan, dus we zijn een eindje wezen rijden vanavond. Ja? Is het wel de moeite waard? Zeker, zeker. Hoe is het om stage manager te zijn bij het Jazz Festival? Ja, leuk. Echt heel leuk. Heb je vandaag al iets moois gezien? Zo, Podium Zuid. Dat was echt geweldig. Wie? Festival Surprise Band. Met Antoine Trommelen, Peter Mingaars. Moet ik al die namen weten, maar die weet ik niet. Maar echt geweldig. Het mooiste was, ze waren allemaal mannen en die waren allemaal elkaar een beetje aan het opnijden om alleen maar beter te gaan en harder te gaan en verder te gaan. Dat was echt gaaf. Wat vond je nou leuker eigenlijk? De wedstrijd van NAC vandaag of het jazzfestival? De wedstrijd van NAC. De wedstrijd? Ja. Ja. En morgen? Morgen ben ik nog aan het nagenieten van NAC. Tijdens jazz. En zondag? Dan ben ik helaas op vakantie. Dus helaas. Helaas. Ja. Keep it up, man! Use your...
Ja, en dat is toch wel een goede reden om naar Breda te gaan als je dit ziet, mocht u toevallig niet in Breda wonen. Ik heb als gast aan tafel zitten wethouder Boas Adank. We hebben voor de uitzending afgesproken dat ik hem mag toetoyeren. Ik heb er even over nagedacht, dat mag hij mij ook. Gelukkig. Ja, dat is wel zo handig, toch? Absoluut. Ik vroeg me af waar nou de naam Boas vandaan komt. En ik heb dat opgezocht, maar jij wist het zelf ook, hè? Ja, natuurlijk. Ja, je moet wel weten waar je naam ongeveer vandaan komt. Ja. Het is niet iets wat je dagelijks opzoekt, maar... Oorspronkelijk een Bijbels figuur. Klopt, uit het boek Boas en Rut. Ja, een Hebreeuwse naam. En wat ook leuk is, de vertaling van Boas is... In hem is kracht ofwel scherp verstand. Nou, dankjewel. Ze kunnen lelijke dingen over je zeggen, toch? Absoluut, absoluut. Boas, wat ik me nou afvraag, hè? Toen, als je nou kind bent, zijn we allemaal geweest... Mij niet zo lang geleden. En dan wil je allemaal politie worden of brandweer. En er zijn er een paar uitzonderingen in zo'n klas. Ik had er één in de klas die wilde professor worden. Ik heb hem niet meer gevolgd. Ik weet niet of die dat ook geworden is. Ik week ook af. Ik wilde melkboer worden. Is ook niet gelukt. Ook iets heel anders geworden. Was jij nou op de lagere school van plan om wethouder te worden? Nou, die zat niet direct in mijn rijtje. Als ik al wist wat wethouder was op dat moment. Ja. Nou, burgemeester kende je natuurlijk wel, maar wethouder... Het kan nog steeds. Ik ben hartstikke jong. Maar ik ben nu wethouder in deze mooie stad. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Wethouder Economische Zaken, Mobiliteit en Openbare Ruimte. Klopt. Dat is een behoorlijk pakket. Ja, het is een mooi pakket ook. Het ene moment heb je het echt letterlijk over de stoeptegels. En het andere moment ben je aan het praten met een groot bedrijf... die zich graag wil laten vestigen in Breda. Ja, ja. Was jouw affiniteit met jazz? Ik heb in een heel grijs verleden nog ooit een keer trompet gespeeld... En ik bezoek het jazzfestival eigenlijk al zo lang als dat ik in Breda woon en leef. Wat draai je thuis? Heel divers. Ene moment is het inderdaad jazz, ander moment is het een keertje wat meer techno, klassiek. Ik ben heel breed georiënteerd. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het jazzfestival voor Breda? Ja, heel belangrijk. Je hebt 4 dagen lang heb je feest in de stad. Heb je kwalitatief goede muziek. Het trekt mensen van verder daarbuiten. De hotels zitten gevuld. Het is een begrip, het hoort gewoon echt bij Breda. Economisch aantrekkelijk? Absoluut, absoluut. Hoe meet je dat? Ja. Nou, je kan steekproeven doen, je bevraagt ondernemers daarover, je kijkt naar wat de bestedingspatronen zijn. Daar heb je hele mooie systemen voor om dat te kunnen meten. Dus je kan heel goed inzichtelijk maken wat je kan verdienen aan een evenement. City marketing is een belangrijk aspect in Breda. Ja. Overigens niet alleen in Breda, dat doen bijna alle steden in Nederland aan. Heeft city marketing er iets aan? Absoluut. Je hebt evenementen nodig om Breda bekend te maken. Om te laten zien dat je een hele diverse stad bent die voor eigenlijk iedereen iets te bieden heeft. Nou, een jazzfestival is echt voor de hele familie een fantastisch mooi evenement om naartoe te gaan. En past dus echt heel goed in het palet aan evenementen wat we hebben. Ja. Wat doet city marketing voor Breda? Kun je dat kort vertellen? Nou, als je niet goed aan city marketing doet, dan heb je daar last van. Dan zie je dat de bezoekersaantallen teruglopen, dan zie je dat de besteding terugloopt. En dat willen we niet met elkaar. We hebben een hele mooie binnenstad die het verdient om ook gewoon bezocht te worden. Maar dat moet je wel vertellen. Nou, city marketing is eigenlijk het instrument om te vertellen aan de buitenwereld... wij zijn fantastisch mooi, wij zijn hartstikke gezellig. Het is de moeite waard om naar Breda te komen om te shoppen, te eten en om evenementen te bezoeken. Ja. Doe je ook iets samen met andere gemeentes? We spreken wel heel veel dingen samen af. Bijvoorbeeld met Oosterhout ben ik nu in gesprek om te kijken of we dingen samen kunnen doen. In de landstad de Baronie, dat is een samenwerkingsverband tussen bestuurders, hebben we het ook over inderdaad, hoe kunnen we elkaar daar nou in versterken. De Biesbos bijvoorbeeld valt daar ook onder. Ja. Nou, dat is iets ontzettend moois wat wij in onze regio hebben zitten. Ja. Evenementen hebben ook een beetje zijn nadelen, want mensen die in een omgeving wonen van een groot evenement, hè, neem maar bijvoorbeeld de Valkenberg-concerten, die klagen. Hoe ga je daarmee om? Want je wilt het een en je wilt het ander ook. Je wilt die mensen... Wil je tevreden stellen? Aan de andere kant wil je ook graag je evenement. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, dat is een lastige, hè? Want daar waar je hele mooie grote evenementen hebt... gaat het vaak gepaard met overlast. Of het alleen al is door mensen die er langs lopen of dat het door muziek komt. Nou, dat probeer je wel met elkaar in balans te brengen. Je ziet wel dat nu we zijn bezig met het maken van een nieuwe evenementennota. De roep van bewoners is toch wel om weer wat meer in balans te krijgen. Ja. Want je ziet dat we heel veel evenementen hebben in de binnenstad. En je noemde het zelf al inderdaad, de Valkenberg-concerten. Een 50 jaar
Nachtjacht, maar ook een jazzfestival, de Tranen van Verkoot. Nou, dat is echt maar een greep uit de hoeveelheid evenementen die we hebben. Nou, en bewoners vragen van, nou, hoeveel mogen er nou nog en aan welke normen moeten ze nou voldoen? En door wat normen op te leggen bij evenementen proberen we de overlast te beperken. Ja, ja, ja. Je hebt een nota uitgebracht, je had het er net over. Ja. Die is langs alle kanten afgeschoten. Hoe komt dat? Ja, evenementen leeft en iedereen vindt er iets van. Het is hetzelfde bij het nationaal voetbal. Er zitten ongeveer 185.000 experts zitten er op de bank. Ja. Iedereen bezoekt wel een evenement. Iedereen heeft wel een evenement in de buurt. En alle evenementenorganisatoren hebben er ook een mening over. Dus wat je ziet ook, is wat we in de voorbereiding van de nota niet voldoende mate hebben gedaan, is de meningen die we hebben gehoord een plekje te geven. Om die reden heb ik ook de nota weer mee teruggenomen en heb ik het huiswerk eigenlijk opnieuw gedaan. En ben ik met alle partijen weer in gesprek gegaan om te kijken van, nou, hoe kunnen we nou komen tot een goed gedragen nota, waarbij we ook de wetenschap hebben dat we niet iedereen tegemoet kunnen komen. Want er zijn bewoners die zeggen van, nou, wij willen op een bepaalde locatie helemaal geen evenementen meer. Nou, dat is ook niet de oplossing. Nee. Nee, dat is niet eenvoudig. Dat is zeker niet eenvoudig. Nee, absoluut niet. Heel ander verhaal. In de portefeuille zit ook het verhaal van Breda. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja, het verhaal van Breda. Het is een ontzettend mooi proces geweest om te komen tot het verhaal van Breda. Want Breda is natuurlijk al ontzettend oud. Ja. Heeft heel veel meegemaakt. En ook voor je city marketing, maar ook voor de keuzes die je wil maken in de toekomst, is het wel belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Want er wordt altijd gezegd, je moet niet iets willen zijn wat je niet kan of niet waar je talenten niet zitten. Nou, dus je moet heel goed weten wat je bent. Nou, we hebben ongeveer een jaar uitgetrokken om echt goed te onderzoeken en ook goed te kunnen onderbouwen wie we nou zijn. Nou, er zijn drie punten uitgekomen. Nou, we zijn nu internationale schakelstad. Nou, dat is ook vanuit de historie is dat wel uit te leggen. Hè? De Spanjaarden die hier geweest zijn, ze gingen weer weg, kwamen weer terug. Ja. De Nassau's die hier gewoond hebben. Nou, Vlaanderen die hier een invloed heeft gehad. Dus dat is een van de pijlers die we hebben. Daarnaast schakelen op kwaliteit, schakelen op de assen. Dat heeft met de bereikbaarheid en de ligging te maken en met elkaar. En dat heeft echt met de sociale dynamiek die wij hier in Breda hebben. En dat is echt iets unieks. Maakt dat we in die combinatie een unieke propositie hebben binnen het verhaal van Breda. Wat is naast het jazzfestival economisch gezien nog meer belangrijk voor Breda? Ja, er zijn heel veel dingen heel belangrijk voor Breda. En jazzfestival is een van de evenementen die heel belangrijk is. Maar de combinatie aan evenementen is dat we laten zien dat we gewoon echt een hele mooie stad zijn. En Winterland is er bijvoorbeeld ook eentje van. Nou, zo hebben we een aantal dingen die voor naar buiten toe laten zien dat Breda echt een fantastische stad is om naartoe te komen. Waar ga je zelf naartoe vanavond? Ik denk dat ik vanavond een lekker wijntje in de tuin kan gaan drinken. En misschien dat we nog even een ijsje gaan halen met mijn zoontje van 2. Want die kan je wakker maken voor ijs. Dus ik denk dat we vanavond nog wel even een rondje doen door de stad. Goed zo. Nou, ik ga je alvast een beetje opwarmen. Want we hebben een reportage van de kleine podia. En daar gaan we nu even naar kijken.
Welkom. Dankjewel. Harry Kanters en Femke. En Femke, ik heb gisteren twee collega's van jou aan tafel gehad van Jazz Festival. Ik moet elke keer mijn tong bijten om geen oude stijl te zeggen, want dat is het al heel lang niet meer. Zo heet het niet meer, nee. Femke, wat doe jij bij Jazz Festival? Ik zit in bestuur en ben de secretaris sinds dit jaar. Sinds dit jaar? Ja. Wat leuk. Ja, heel leuk. Was niet het enige wat jij doet in de jazzmuziek, want je doet nog veel meer? Ik zit ook in een jazzbandje. Dat klopt. Dat is ook sinds een jaar of drie de Southern Pearl Jazz Band. En het leuke is dat wij op twee na eigenlijk allemaal ook vrijwilliger zijn van het Jazz Festival. Dus we zijn heel nauw verbonden met jazz. Met de paplepel ingegeven gekregen. Ja. Vanaf jouw 14 jaar ben je eigenlijk al daarbij betrokken, hè? Bij het Jazz Festival, ja. Dat klopt. Ja, nu zo'n 15 jaar medewerker al bij het festival. Ja. En dan met zo'n beroemde vader die met alles en nog wat mag meespelen. Ja. Harry, jij hebt bijna met alle grote der aarde gespeeld. En ik lees in jouw biografie dat je pas een paar jaar fulltime muzikant bent. Leg mij uit. Hoe kan dat nou? Jij moet schat helemaal rijk zijn. Ja, zeker. Ja, hoe dat gaat. Dus ik had er altijd een gewone baan bij. Ik wou net zeggen 9 tot 5 baan, maar ik geloof dat het meer 8 tot 6 of 8 tot 7 baan was. Zeker, maar altijd erbij gewerkt. Maar altijd veel muziek gemaakt. Muziek had eigenlijk wel voorrang boven het werk. En een beetje geluk gehad dat je met de juiste mensen in contact komt. En dan kun je overal spelen. Nou ja, ze staan bijna in de rij om aan jou te vragen of je alsjeblieft mee wil doen. Ik mag mij gelukkig prijzen. Leuk. Ja. En dat heb je overgebracht op je dochter? Ja, zeker. Ja. En op zoon lief ook, want ook in de Southern Pearl zit ook onze zoon. Wat leuk. En je hebt op de laatste cd van Harry mee gezongen? Ja, ik heb één nummertje meegezongen inderdaad. Ja, op zijn solo cd vorig jaar uitgebracht. En daar heb ik één nummer op meegezongen. Ja. Dat was ter gelegenheid van jouw 40 jaar jubileum. Ja. Wauw. Ja, ik ben al oud. Ja. Dat wou ik niet zeggen, maar je was heel vroeg begonnen. Ja, precies. Nee, ik zag natuurlijk dat 40-jarige jubileum aankomen. Dus ik dacht, nou, dat is leuk om daar wat meer van te maken. Dus vorig jaar heb ik een leuk concert gedaan. Ik had net thuis een mooie vleugel gekocht. En dus dat had mij weer natuurlijk weer helemaal enthousiast gemaakt om thuis weer veel te gaan spelen. En toen heb ik een cd opgenomen waarbij ik elk nummer een compositie nam van een pianist die voor mij een voorbeeld was. Dus ik ben eigenlijk begonnen met heel traditioneel, met Scott Joplin en Jerry Lee Morton en Fats Waller en dan zo verder gegroeid, uiteindelijk tot Bill Evans. Dus van iedereen een compositie opgenomen. En er zat ook een compositie tussen van Nat King Cole. En Nat King Cole is wel een van echt van mijn grote favorieten. Maar ik kon maar één nummer van hem vinden die hij geschreven had. En, Die hij zelf geschreven? Geef hij zelf niet zoveel dan? Ik heb verder daar niks van kunnen vinden. Nee, hij heeft, er zijn natuurlijk zoveel mooie liedjes. Dus heeft hij ook waarschijnlijk gedacht. En dan doe ik gewoon al die mooie liedjes spelen. Ja. Maar hij heeft hier een. Dat ging eigenlijk over een soort sprookje. Wat hij geschreven had: Straighten Up and Fly Right. Maar dat nummer, dat was echt een nummer wat gezongen moest worden. Dus toen heb ik mijn lieftallige dochter gevraagd om dat nummer te zingen. Dat heeft ze prachtig gedaan. Dus nou, even over nadenken. Ja, daar blijf ik over. Ja, dan moet ik ook, het is superleuk natuurlijk, maar het is ook een beetje spannend. Ja, ja. Dus, maar het was hartstikke leuk, ja. Hey, en wat ik ook niet wist, vertelde je net dat jij zangles krijgt van Angela. Ja. Wat leuk. Ja, dat is heel leuk. Dus het is ook heel leuk. De cirkel weer klein, hè? Ja. Je hebt gisteren niet aan toegekomen toen ze in de uitzending was om dat te vertellen, maar zij is ook nog zangcoach en geeft ook nog allerlei lessen op spraakgebied en zo. Ja, dat is ook nog. Ja, ze is echt heel breed geschoold eigenlijk. En eigenlijk is natuurlijk zangles heeft ook heel veel te maken met ademhaling en houding en dergelijke en technieken. En dat doet zij ook, ja. Ja. Leuk hoor. Ja. Je hebt een ongelooflijk leven achter de rug met allerlei bekende mensen. En ik denk, ik wil er eigenlijk eentje uitlichten. Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou, dat zul je niet verwachten welke dat ik eruit wil lichten. Job Hendricks. Oh, ja. Nou, die heeft wel echt aan het begin gestaan. Ja. Dus eigenlijk in het begin van mijn... Dat ik in Breda met bands begon te spelen. Dat was eigenlijk eerst Deur te Dus in de straatorkest. Toen de Scat Cats. En daarna begonnen met de Yo-Yo Swing Band. En dat was Joep Peters en Joop Hendricks. Ja. En met Joop hebben we toen ook een trio... hadden we toen met Onno de Bruin samen, met z'n drieën.
En dat was ontzettend leuk om daar. Ja, met een trio heb je natuurlijk heel veel vrijheden. Ja, ja. En zeker om, ja, het is alleen de enige akkoordeninstrument die bij ze is piano. Dus je kan, wat dat betreft, kun je alle kanten op. En met Joop waren we ook heel goed bevriend. Dus ja. We hebben daar heel veel met muziek en buiten de muziek mee gedaan. Ik zat vanmorgen te denken, want Joop was ook nog een keer filiaalhouder van een muziekwinkel in Van Sol, mag ik zeggen. Van Sol, zat ook failliet. Ja, precies. Ik zat me te denken, ik heb daar mijn eerste gitaar gekocht. Nee, ik heb ze alle vier daar gekocht en bij Joop. Ja. En dan deden we een hele zaterdagmiddag over om een paar honderd euro eraf te pingelen. Ja. En dan uiteindelijk, dan was John zo beu, dan kreeg ik het ook voor. Ja. Ja, wat een mooi event was dat. Ik heb er ook nog trompetten gekocht en zo. Dat was fantastisch. Ja, maar buiten het feit dat hij een fantastische muzikant was, heb je natuurlijk vreselijk veel mee gelachen. Ja. Ja, dat was een prettig gestoord. Nou ja, ook met de jojo's was het altijd zo. Als we nergens naartoe reden, toen zaten Joop en ik zaten altijd achterin bij Jan-Willem van Sol. En mijn broer Peter die zat dan ook voorin. En wij met z'n twee zaten achterin. En dat was allemaal dubbel. We lagen alleen maar dubbel de hele weg. Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen. Ja. Veel te vroeg gestorven. Ja, maar ja, doodzonde. Ja. We hebben vanaf het jazzfestival hebben wij nog iets van jou opgenomen, Harry. En dan gaan we naar kijken. Oh. Ja, hoe leuk kan het zijn? Dat is wel bijzonder, hè? Om je eigen twee keer te zien. Ja, twee verschillende orkesten. Ja. Mag ik een hele moeilijke vraag stellen, Harry? Tuurlijk. Wat is nou het allerleukste wat je gedaan hebt? Oei. Ja, ik maak elke keer weer nieuwe leuke dingen mee. Dus ja, gisteravond hadden wij, we hadden het er net over, gisteravond hadden we toevallig een heel leuk concert met een paar jonge gasten. Want soms kijk ik om me heen en denk ik van, wat doe ik hier? Maar dat was met Malo Magier op trompet, 24 jaar. En Banjo Wist, Felix Genoa, 28. En de trombonist Attila Korop, 32. Ze zijn allemaal meneer tegen jou. David Lukacs, 9. En papa, zeggen ze tegen mij. Maar daar hebben we heel leuk concerten gegeven in het teken van Adrian Rolidi, met de bassaxonist. En naderhand in het teken van de Hot Five. En dat was heel mooi. De Lutherse Kerk is er ook heel geschikt voor. En dat was ontzettend leuk om dat te doen. Het voelde ook heel goed voor onszelf. Ja. Dus het is leuk als alles klopt. Hè? Als alles samenvalt. Ja. En dat dan aan het einde van het optreden dat je echt zo'n gevoel hebt van ja, we hebben dat leuk gedaan. Ik heb het idee dat jij een gelukkig mens voelt. Ja, dat ben ik. Ja. Dus het was geen verkeerde beslissing.
Nee, dat was... Nee, het is fantastisch. En het leven is wat relaxter geworden en stukken mooier. Ja. Mooi, mooi, ja. Mooi. Ik ga jullie allebei nog een hele lastige, moeilijke, vervelende vraag stellen. Oei. Waar ga je naartoe? Wat vind je het leukste van het Jazz Festival? Waar kijk je naar uit? Jeetje, er zijn zoveel leuke dingen. Natuurlijk 4 dagen lang, van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts, hebben we muziek. Dus er is eigenlijk te veel om... Je kan niet alles zien. Nee. Ik vond gisteravond, daar was ik zelf ook bij, was echt heel erg mooi. Op zaterdagochtend natuurlijk de Duo Special. Dat is gewoon echt het pareltje eigenlijk van het Jazz Festival. Dus daar ga ik uiteraard ook heen. En verder gewoon lekker rondlopen en de sfeer proeven en alle muziek gewoon lekker luisteren. Goed zo. Ja. En blijf zelf ook muziek maken. Ja, dat doe ik ook, ja. Ja. Zondag moet ze zelf spelen hier op Podium Proost. Echt waar? Ja. Hoe laat? Om 2:30. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Onthouden we. En Harry, dezelfde vraag voor jou. We kijken eigenlijk wel elke keer weer naar het volgende. Dus vanavond de Havenmarkt met een groot gezelschap aan solisten. En dan... dan moet ik weer in mijn agenda kijken. Wat een luxe. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk dat jullie even tijd wilden vrijmaken tijdens dit drukke jazzfestival om even bij mij aan tafel te schuiven. Dankjewel voor het komen en nog hele fijne dagen. Dankjewel. Dankjewel, Peter. Naast mij staat het Red Jacket Orkest klaar uit Bergen op Zoom. En zij spelen live tijdens Jazz Talk.
Wilt u na afloop van een seminar, cursus of vergadering samen met uw collega's sfeervol koken? Heeft u een hobbykookclub, iets te vieren met familie of wilt u gewoon gezellig koken met vrienden? Maak dan een afspraak met Golden Tulip Keizer Breda. Wij beschikken over een volledig ingerichte professionele kookstudio. Wij zorgen voor de ingrediënten en als u dat wil, voor vakkundige ondersteuning door een meesterkok. Uw collega's, relaties, vrienden en familie beleven samen met u een culinaire topervaring. We zijn weer terug naar de Red Jacket Band uit Bergen op Zoom. En als het een beetje mee zit, dan zien we ze straks nog een keer terug. Ja, wat gaan we allemaal nog meer doen? Nou, we hebben zo meteen Daan Bogers. Die kennen we van Bosco. Die gaan we van alles en nog wat vragen over zijn bijdrage aan het jazzfestival. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog kijken naar wat sfeerbeelden uit Breda. Ja, dag 2 alweer van het Breda Jazz Festival. De kop is eraf, de podiums zijn al lekker opgewarmd en de eerste liters bier zitten er al in. We gaan kijken wat de mensen op straat ervan vinden. Aan het weer zal het in elk geval niet liggen. Van het Jazz Festival? Wel leuk. Ja. Maar vind jij jazzmuziek ook wel leuk? Ja, hoor. Moet jij mee van je ouders? Nee, ik vind het zelf ook wel. Ja? Ja. Oké, mooi. En wat vindt u er tot nu toe van? Heel gezellig, ja. Het is alleen warm, hè? Maar het is wel goed te doen. Hoe is het om hier te staan en oliebollen te verkopen? Ja, leuk. Het is leuk om te staan, ja. Verkoopt het een beetje goed, maar het is natuurlijk heel warm nou. Het is heel warm. Het is nu voor ons heel slecht, eigenlijk. Ja. Wat we nou het meeste verkocht? Nou, een aardappeltje aan een stukje. Dat wordt op het moment het meeste gekocht. Want ja, oliebollen is voor ons te warm. Suikerspin, popcorn is een beetje te warm. Ja, de mensen eten niet zo met warm weer, hè? Wij zitten al paraat voor de kerk. Ik was net op tijd, maar daar waren er nog maar 3. Dus dat was vechten om een kaartje, hè? Voor het gospelconcert, hè? Oké, dus daar gaat u zo meteen straks heen? Nee, daar gaan wij een zondagmorgen naartoe. Is dat zondag? Dat ik heb me er niet goed ingelezen. Nee, dat is zondag, dat is zondag. Okay. Nee. Zondag. Dus, maar je moet er wel op tijd bij zijn, want anders ben je te laat, hè? Ja, maar u was nog net op tijd? Ik was net op tijd. Nou, we zijn hier bij Pierre van Hooijdonk, toch? Dat klopt, hè? Ja, maar ik heb zelf de bal of als voetbal. En u bent hier lekker een beetje aan het genieten van het jazzfestival? Jazz, ja. De muziek staat nog zachtjes, zoals je hoort. Maar we gaan straks wel eventjes kijken. En nu is het even lekker eten hier, want top tentje. Allemaal instrumenten liggen. Hebben jullie opgetreden vandaag? Wij gaan er eigenlijk optreden. Oké, hebben jullie er een beetje zin in? We hebben er altijd zin in. Muziek maken vinden wij leuk. Mag ik iets vragen, meneer? Ja, als het maar niet wilt. Nee, dat zullen we niet doen. Wat vindt u van het jazzfestival? Gezellig, leuk, goeie weer, goede muziek, de ambiance is perfect. Je bent lekker aan het dansen op deze muziek. Heerlijk. Ja. Kun je op jazzmuziek ook wel lekker dansen? Dit is geen jazzmuziek. Oh, maar meestal is het wel. Bent u lekker aan het genieten vandaag? Je ziet het, toch? Kijk die smile. met zo'n mooie dame, geniet je altijd. Ja. En met de muziek erbij ben je helemaal in de flow. Weet je? En ben je helemaal. Als je aan het surfen bent. Ben je vandaag lekker aan het werk? Heerlijk aan het werk, superleuk weer. Dus, gisteravond ook al? Nee, gisteravond niet, stond ik ergens anders. Dus, En moet je nog veel werken deze dagen van het jazzfestival? Ja, super druk, dus ik kan nog wel een aantal dienstjes draaien. Jazz vind ik altijd een geweldig evenement van Breda en als het dan zulk weer is, dan wordt het alleen maar mooi. Dus er komen veel vrienden van, ja, niet alleen van Breda, hier naartoe van mij. Dus dan maken we er elke dag wel een leuk middagje en avondje van.
En houdt het voetbal ook nog een beetje in de gaten? Natuurlijk, natuurlijk. Gisteren aan de NAC geweest tussendoor. Nou, dat ziet er goed uit. We zijn er nog niet, maar laten we hopen dat het zondag goed komt. Ik ben nou voor de tweede dag hier, hè. En met je is ook maar twee dagen bezig, hè. Ja, maar ik dacht misschien is het weer. Ik ben iedere dag van de partij. Oké, okay, dus zaterdag en zondag, dan kunnen we weer dan zijn we niet weer. Speciaal omdat het jazzfeest wel is, maken jullie nog een paar extra rondjes? Ja, onder andere. Dan willen we natuurlijk wel zo dicht mogelijk bij het Spanjaardschap blijven, zodat we een beetje van de muziek mee kunnen genieten. Heeft jij wel eens vaker opgetreden hier in Breda? Ja, ik denk 30, 40 keer. Ik ben niet meer weg te krijgen bijna. Ik heb het eerste festival al meegemaakt, maar toen speelden we nog niet. Maar ik denk dat ik vanaf 74 bijna ieder jaar heb gespeeld. Okay. Dus ik doe het al een tijdje, ja. Okay. En wat is de naam van jullie band? Deze band heet Riets en Rhythm. Okay. U komt ook uit de buurt? Ja. U woont in Breda? Nee. Oh, waar komt u vandaan? Ik zeg zelf uit de buurt, Maarden, de Mei. Oké. Okay. Dus, ik ken de Mei, ja. Dat is hier niet ver vandaan. Nee. Bent op de fiets? Ja, wat denk jij zelf? Ja, dat weet ik niet. Echt niet. We zijn met openbaar vervoer gekomen. Oké. Okay. Want de fiets wordt toch gejat en de auto, daar pikken ze je rijbewijs in. Dus wij gaan mooi met openbaar vervoer, maar dat is veel beter. Okay. En gezonder ook. En had u geen vertraging? Nee, natuurlijk niet. Van de bijna Breda, daar heb je geen vertraging. Dat weet ik allemaal. Een dipte interview. Het is geen wereldstad hoor. Ja, veel plezier nog, meneer. Ja, jullie ook. Jongens, bedankt. Okay. Ben je lekker aan het dansen? Ja. Lekker met het weer? Het is wel warm, maar het is heerlijk om te dansen dan. Okay. En geniet u van het jazzfestival verder? Ja, dit is geweldig. Sowieso met live muziek is het fantastisch. Okay. We hebben massa met het weer. Ja, nou, geniet er nog even lekker van. Ik hoor dat jij de grote ster bent van vandaag. Nou, de grote ster? Nou ja, misschien één van, maar ik ben... In mijn band zijn er drie zangeressen, dus ik ben er één van de drie. Okay. Dus jij moet straks optreden? Ja, inderdaad, ben hierna. En ben je zenuwachtig? Ja, wel een beetje, ja. Okay. Want er zijn natuurlijk veel mensen die komen kijken vandaag. Ja, zeker omdat het lekker weer is, dus dan komen er veel naar de stad inderdaad. Okay. Nou, ik wens jou veel plezier en succes. Nou, u ziet het, de mensen hebben er weer van genoten vandaag. Ik hoop dat het de komende twee dagen ook zo is. We gaan terug naar de studio, terug naar jou, Pim. Dankjewel, Michael Siebelink. Vanaf de Grote Markt in Breda was dit zijn bijdrage voor vandaag. Bij mij aan tafel, Daan Bogers. Welkom. Dankjewel. Daan, je hebt een behoorlijke staat van dienst. Als ik kijk wat je allemaal gedaan hebt tot nu toe, is geen flauwekul. Ja. En vanuit een autodidacte situatie. Ja, oorspronkelijk wel. Ik ben natuurlijk wel ooit begonnen als trompetist bij de lokale harmonie in Teteringen. Maar daarna is het vooral heel hard gegaan dat ik muziek ging schrijven. En dat is vooral autodidact inderdaad. Ja. Arrangeur, componist, trompetist, ja. Dirigent, geen flauwekul. Ja. De reden waarom we jou gevraagd hebben is Bosco. Ja. En Bosco is ondertussen wel ongelooflijk bekend in deze regio geworden. Hoe ben je aan die naam Bosco gekomen? Dat was een idee van de eerste gitarist die we in de band hadden. We waren op zoek naar een naam en hij zei Boger Swing Collective. Maar ik wou mijn naam er niet zo dik in. En toen hebben we het afgekort naar Bosco. Dus, en jullie bestaan al een jaar of tien? 14 alweer. 14 jaar alweer. Ja, alweer een hele tijd. En dat is, je hebt daar veel werk mee? Ja, ja, het gaat hartstikke goed. Het is moeilijk om zo'n grote groep, want het is een band van 10 man. Om dat altijd gemanaged te krijgen en bij elkaar. Zeker als je... goede muzikanten hebt, maar dat betekent goede muzikanten zijn druk. Dus om het toch altijd weer bij elkaar te kunnen brengen, dat ja, dat als je heel lang met mensen samenwerkt en ze vertrekken, dan moet je weer eigenlijk opnieuw beginnen. Ja, ja, dat is eigenlijk twee keer nu gebeurd bij Bosco. Eén keer kwamen we een beetje op een kruispunt van welke kant willen we op. Dat was toen de frontman van toen Stijn Stroeven vertrok. Die is verhuisd naar Curaçao. Toen zijn we met stemmen. Ja, dat was heel leuk. Maar dat was sowieso een hele fijne band, een hele hechte groep waar we een hele leuke vibe op het podium mee hadden, omdat die groep ook zo leuk was. En Stijn was daar heel belangrijk in. Dat had een hele, hele goede timing, vond ik. Ja, zeker. Maar hij had ook een hele, hele diepe, grote stem. En hij had zo'n kwajongens uitstraling op het podium die heel leuk bij het publiek werkte. Ja. En dat was ook gewoon Stijn. Ja. Dus we lachten ons in de band ook helemaal suf om die gasten met zijn grapjes. Het was geen optie om met z'n allen op Curaçao te gaan wonen? Nou, hebben we voorgesteld, maar de reiskosten werden een beetje duur. Dus, maar goed, dan moet je gaan uitkijken naar een nieuwe zanger. Dat is moeilijk. Ja, dat klopt. En daar zijn we echt wel even naar aan het zoeken geweest. En toen kwamen we per toeval bij een zanger, dat is Robin van Beek. Ja.
En die kwam bij de band. En die heeft die band ook echt heel nieuw elan gegeven. Wat toen ook wel nodig was. Want Bosco deed al een jaar of 7 hetzelfde. En ja, het was ook tijd voor iets nieuws. En Robin was wel een gast, ook met een grote staat van dienst. Maar die had ook wel bepaalde eisen bij de band. Waarmee hij de band ook alweer op nieuwe vlakken binnenbracht. Omdat hij ook connecties had. Maar dat heeft wel toegeleid dat die band in die periode een beetje heeft omgevormd. Wat muzikanten weg en nieuwe erbij. En dat heeft toen geresulteerd in een soort Bosco 2. Met een nieuwe jonge mensen, niet meer zoveel allemaal uit Breda, maar heel veel consortiumjongens waarvan ik dacht van dit zijn de talenten. En dat was een fantastische line-up. Was muzikaal gezien echt smullen. Maar eigenlijk best wel anders dan de eerste Bosco. Het vergt voor jou heel veel flexibiliteit om je dan in te leven in bijvoorbeeld zo'n nieuwe frontman. Ja, maar daar kon ik heel goed mee samenwerken. En het voelde voor mij ook wel dat Bosco toe was aan iets nieuws. Want ik wilde ook op een gegeven moment een stap verder. Ik had ook de droom om met Bosco naar het buitenland of op het North Sea te komen. En, of in een andere markt iets te gaan proberen. Ja. En Robin die bood daar mogelijkheden voor. Maar dan moest die band wel... moest er een nieuwe weg in worden geslagen. En dat hebben we een paar jaar gedaan. Toen kwam ook de crisis. Dat hebben we ook heel erg gevoeld bij Bosco. Robin is op een gegeven moment ook een zangschool begonnen. Vocal Center. En, die draait nog steeds heel erg goed. En hij heeft zich toen meer gefocust op het lesgeven en het coachen. Wat hij nu ook vooral doet. Dus hij is op een gegeven moment bij Bosco ook gestopt. En dat is 2,5, 3 jaar geleden. En toen zijn we opnieuw gaan zitten met Bosco. Welke kant gaan we op? De agenda dus was een stuk leger geworden. Dus ja, dan moet je weer wat. En toen ben ik met een groepje die in Bosco nog stond en een vriend van mij waar ik ondertussen ook mee samenwerkte die een jazz agency had, BW Jazz Agency, zijn we gaan zitten. En hoe gaan we Bosco nu weer opnieuw weer een deal geven dat het weer gaat? En daar is eigenlijk de Bosco uitgekomen die vanavond ook op het jazzfestival staat. En dat is weer een Bosco met een heel nieuw elan die ook heel veel samenwerkt met andere artiesten en andere bands. In heel veel verschillende stijlen, dus niet meer alleen jazz. En het leuke daarvan is dat het heel veel nieuw werk heeft opgeleverd, maar dat je vooral ook op podia komt waar je als jazzmuzikant niet zomaar staat. Dus we stonden in één keer op Paaspop te spelen en op Concert at Sea voor tienduizenden mensen. En, betekent dat het repertoire ook aansluit aan bijvoorbeeld Paaspop? Eigenlijk moet je het zien dat Bosco zich in dienst ging stellen van een project die met ons wilde samenwerken. Dus het project, bijvoorbeeld de Bazooka's hebben we gedaan, daarna Lipties. Die hadden al een eigen sound, maar die wilden ook iets nieuws en een diepere laag eraan. En die diepere laag, dat was Bosco. Want Bosco had ook een eigen sound met de arrangementen die we zelf maken. En de sound vooral van die blazerssectie. En die hebben we eigenlijk geplant in die band die ons vroeg. Waardoor die band ook in één keer een boost kreeg. En dat versterkte elkaar zo dat we dus op dat soort grote plekken terechtkwamen. En dat waren geweldige ervaringen voor de band. Bijzonder. En dat is nog steeds aan de gang. We zijn nu begonnen met een project met Batmobile. Een band oorspronkelijk uit Breda. Ja, ja, ja. Ken ze. Weer iets heel anders. Ook niet in de op het eerste idee een voor de hand liggende combinatie. Omdat Batmobile speelt Psychobilly. Dus dat was heel hard en heel stevig. Dus daar zou je niet een jazzband of een big band naast denken. Maar we hebben dat op een optreden van hun in de Mes een keer voor de gein geprobeerd hoe dat zou zijn. En dat was zo verrassend leuk dat we nu plannen hebben om daar mee te gaan opnemen en een live programma mee te maken. En daar zijn we nu mee bezig. We gaan 25 juni, als ik goed heb, een try-out doen in de Avenue in Breda. En een week later vliegen we naar Barcelona, waar we op een mega festival gaan spelen en More to Come in 2018. Geweldig. En met de RSJF, dat is de Rotterdam Ska Jazz Foundation, is ook een programma op ons pad gekomen. Ik speelde met die band mee op een tour in de Balkan. Die schreven eigen nummers en dat was hele stoere, groovende muziek. En toen hebben we daar ook gekeken van kunnen we samen iets doen. Daar hebben we nu een programma mee samengesteld en dat begint nu te lopen. En dus dan zijn we met Bosco Ska Rock aan het spelen. En dat is ook te gek om te doen. En die combinaties die vallen verrassend goed, pakken die uit. Ongelooflijk. En Bosco blijft ook gewoon zichzelf, terwijl we toch bij die band zitten. Dat is heel Kunnen leuk. Jullie nog ergens bewonderen tijdens het jazzfestival? Straks op de Grote Markt, om 7:45 tot 10:00.
Dan spelen we het eerste half uur allemaal eigen werk. Want Bosco is kort ook bezig met eigen composities, omdat we in de band meerdere componisten en arrangeurs hebben. En daarna gaan we Frank Sinatra-nummers spelen met de artiest Frank in Person. Dat is een Nederlander die klinkt exact als Frank Sinatra qua stem. En ja, dat is schitterend om te doen. Dus echt een eerbetoon aan Frank Sinatra. Geweldig. Ja. Leuk dat je even dit verhaal wilde komen doen bij ons. Ja, heel graag. En wij gaan Bosco echt volgen, want het is een fantastische band. Alle reden om straks naar de Grote Markt te gaan, beste mensen. Want dit is een geweldige superband met veel sfeer. Echt de moeite waard, ga dat doen. Gisteravond is Suzanne naar de Grote Markt gegaan, of naar het jazzfestival gegaan, en heeft daar de groep Brut opgenomen. Brut is een viermansformatie. Hebben, wat je niet zo vaak ziet bij de jazz, een Hammond-orgel, wat prominent aanwezig is. Ze komen uit Amsterdam. De frontman Maarten Hogehuis, die saxofoon speelt, die hebben we vanochtend voorbij zien komen bij Koffietijd. U gaat zo meteen horen van hem dat hij zegt van, ik zit morgen in Koffietijd, maar dat was dus vanochtend. En wellicht heeft u dat al gezien. Dit is een reportage over Brut. Wij vonden het ook helemaal te gek. Ja? Ja. Zeker. Heel leuk publiek. Ja man, heel leuk. Hoe was het publiek? Ja, hoe was het publiek? Het publiek was super aardig en open en enthousiast en zo. Dat is het halve werk, man. Dat was helemaal te gek. Heel blij mee. Voor de mensen die jullie niet kennen, stel jullie nog wel heel even voor. Wie zijn Brut? Nou, we zijn Brut uit Amsterdam en ik ben Felix. Ik ben de drummer. Ja. Ik ben Thomas, ik ben de contrabassist. Ik ben Volkert, ik speel de orgel. En Maarten Hooghuis, saxofonist. En hoe kunnen jullie het beste omschrijven qua
wat jullie brengen aan muziek? Nou, het is jazz, maar er zit van alles in. Dus er zit boogaloo in en 60s surf en rock, metal, slagers zitten ze nu en dan zelfs in. En hele gevoelige ballads. Het zijn hele gevoelige jongens eigenlijk. Eigenlijk wel. Hey, wat kunnen we hierna van jullie verwachten? Hierna? CD, toffe optredens. Nou, in ieder geval spelen we in koffietijd morgenochtend. Laten we daar maar mee beginnen. En we hebben net wel een soort van nieuwe plaat uitgebracht in februari, dus dat is nog redelijk recent. We zijn zelf al wel weer aan nieuwe liedjes over aan nadenken, dus dat gaat zeker weer gebeuren. Dus maar nieuw album, dat duurt nog wel even. Maar veel spelen vooral, veel festivals. Ja, waar kunnen mensen jullie zien? Wie weet de agenda? 2 juni Jazz in Duketown. 26 en 27 mei spelen we op de 20-jarige verjaardag van onze platenmaatschappij, Docs Records. 26 mei in morgen. Morgen? Morgen, ja. Morgen in Paradiso. Ja. En 27 mei in Caprera in Bloemendaal. Dat wordt helemaal te gek. En voor de rest brutmusic.com en dan staat alles op, want ik ken het niet uit mijn hoofd. We spelen heel veel, dus we zijn heel blij. Ja. Het klinkt wel als echt allemaal toffe dingen nog te doen. Dus heel veel plezier daarmee vooral. Dankjewel. Reportage van Suzanne vanaf het Spanjaards Gat gisteravond. En dat hadden jullie natuurlijk al lang gezien. Brut en bijzondere band. Maar ik sta hier ook bij een bijzondere band uit Bergen op Zoom. Dat we nou toch in Breda gebruik moeten gaan maken van Bergen op Zoom, Frans? Dat komt vrij veel voor. Er zijn heel veel bandjes uit Bergen op Zoom die dus overal optreden. Niet alleen in Breda, maar ook in Middelburg, in Duitsland. Ga zo maar door. Ja, want de bandjes uit Bergen op Zoom staan beroemd om hun kwaliteit. Hè? De street bands bij jullie die zijn... Is ook zo. Ja, nee, inderdaad, ja. Inderdaad. We hebben er een stuk of 5, denk ik, in Bergen op Zoom. En die zie je, die kom je overal tegen. Ja, ja. En buiten het jazzfestival in Breda treden jullie nog verder op? Ja, ook in Middelburg, uiteraard in Bergen op Zoom. We zitten nog een keer in Duitsland en meer van die dingen. Ja. Waar zijn jullie vanavond te bewonderen? Als het goed is, trekken we door de stad. We krijgen een begeleider bij, dus we weten nog niet precies waar we gaan spelen. Maar gewoon een rondje door de stad. En waarom noemen jullie je eigen red jacket als gele t-shirts aan? Dat is een hele goeie. Het is te warm eigenlijk voor de rode jassen. Dus die zijn gevoerd en die zijn veel te warm. Dus, en dan hebben we dus noodgevallen voor dit soort aangelegenheden. Het t-shirt in geel, ja. Maar eigenlijk horen de rode jassen aan. Maar het is te warm. Ja. Gebeuren er ongelukken. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Wat gaan jullie zo meteen spelen? CC Rider. Dat is een blues. Oké. Nou, dan ga ik alvast afscheid nemen van u, beste mensen. Want dit is weer het einde van Jazz Talk. Ik vond het erg leuk dat u weer gekeken hebt. En morgen zijn we er weer. En dan hoop ik dat u kijkt en luistert naar ons. Want buiten dat we praten, hebben we ook heel erg veel muziek in Jazz Talk. Allereerst gaan we afsluiten met de Red Jacket Band uit Bergen op Zoom. Bedankt voor het kijken. Oh.